Vandaag weer een leuke aflevering. Ik heb hier een nieuwe stelling gekocht. Die hebben we gisteren opgebouwd. Eerlijkheidshalve zijn ze nog niet helemaal klaar. Deze wel. Maar het hele project bestaat uit meerdere stellingen, meerdere locaties. En als de stellingen straks helemaal gereed zijn en ook goedgekeurd zijn voor je gebruikname, komen er ook nog van deze belastingtabelbordjes op. Hier komt de sticker op met de hoogte van de liggers, maximaal gewicht wat in de stellingen mag. En uiteraard, het bordje wordt ook voorzien van een goedkeursticker. Deze aflevering is niet alleen de nieuwe stellingen, maar ook, zoals je op de achtergrond ziet, een gebruikte stapelaar. Ook voor deze toepassing aangeschaft. En in de beelden hierna kun je een paar praktijkbeelden zien van een training die ik heb gegeven bij de aflevering. Ondanks dat de mensen een heftig certificaat hebben, is een stapelaar toch een heel ander slagapparaat. Vandaar dat ik het zelf heel belangrijk vind bij een aflevering van een stapelaar om dan even een praktijktraining te doen met de mensen die ermee moeten werken. In de beelden hierna zie je een paar fragmenten hoe dat ging. En ik moet zeggen, ik was trots. Sommigen hadden voor het eerst een stapelaar in hun handen. Heel veel ervaring met de heftruck, geen ervaring met de stapelaar. Ondanks dat ging het toch heel erg goed. Voor de mensen die nog niet wisten dat we bij Gebroeders Westraten stellingen hebben. We hebben magazijnstellingen, we hebben legbordstellingen, doorrolstellingen, verrijkbare stellingen, volautomatische robotstellingen. Kortom, alles op het gebied van stellingen is te krijgen bij Gebroeders Westraten. Dat nog eventjes als extra informatie.